Hannes Van den Bruggen in play 2, wat, uh, welke balans maak je op tot nu toe? Ja, een beetje een uh, wisselvallig denk ik, um, maar al bij al, uh, acht punten, ik denk dat Genk ongenaakbaar is. Um, en buiten de wedstrijd tegen Genk hebben we nog niet verloren, dus dat moeten we proberen uh, in stand te houden en uh, proberen die, die play zonder verliespartij zonder uh, af te sluiten. Nu, ja, je zegt het zelf al, het wordt bijna onmogelijk om die koppositie uh, te pakken. Hè? Ja, maar ik denk dat zo, zowel voor ons als andere ploegen in de groep. Dat daar redelijk duidelijk is, ze staan nu zeven punten voor. Um, ik denk dat het moeilijk wordt om Genk nog in te halen. En op basis van hun geleverde spel verdienen zij dat ook. Ik, uh, ik denk dat, dat iedereen daarmee akkoord zal gaan. Ja. Hoe kijken we nu naar de volgende wedstrijd? tegemoet een derby tegen, uh, tegen Roeselaar. Ja, Ginder hebben we, uh, zijn we gaan winnen. Dus ik verwacht de Roeselaar dat heel gemotiveerd zal zijn dat hij het zal willen rechtzetten. En um, hier thuis moeten we toch proberen om de drie punten thuis te houden. Hè. Ik denk dat we daar wel de kansen gehad hebben om, om de kloof verder uit te diepen uh, en om iets meer dan, uh, dan de twee keer te scoren voor de rust. Um, en ik denk dat we dat gewoon thuis moeten proberen verder te zetten.